voor een tientje per maand krijg je toegang tot die hele catalogus van producten. Wij zien een toekomst voor ons die helemaal circulair is. Jonge mensen die groeien ermee op. Ja. Die Netflix, Spotify, swapfietsen, deelauto's. Het gaat niet om jou, het gaat om het team. En dan moet je mensen in hun kracht zetten. Dus ik ben eigenlijk veel minder met mezelf bezig. Dat ik heel goed ben in zo'n eerste fase. Daar zijn nog heel veel hoepeltjes die ik nog niet eerder gelopen heb. Ja. Mijn naam is Ronnie Overhoor en van harte welkom op CVD-TV, mijn YouTube-kanaal. En als je luistert, we zijn ook als podcast beschikbaar, dus dan ook van harte welkom. Op CVD-TV praat ik met ondernemers en op het kanaal vind je inmiddels meer dan 1000 gesprekken met ondernemers. En elke week komen er 2 nieuwe gesprekken bij, minimaal. Dus vind je ondernemen interessant, ben je ondernemer of wil je misschien wel ondernemer worden, abonneer je dan hieronder op het CVD-kanaal. En als je zit te luisteren naar de podcast, volg ons dan via je favoriete podcast app. Deze video is er een uit de serie Gouden Duo's. En die serie die maak ik samen met Centraal Beheer Zakelijk. En in die videoserie praat ik met ondernemersduo's over hoe ze elkaar hebben leren kennen, hoe de samenwerking is ontstaan en wat hun gouden formule is, hun geheim voor succes. In deze video Frans Biegstraten en Martijn Toh van Biu. Biu, wat is het? Biu is een platform waarmee we consumenten, members zoals we ze noemen, toegang geven tot producten die ze soms nodig hebben. Met name dat soms, hè? Ja, dus het gaat echt om producten die je soms nodig hebt. Soms, dat kan 2, 3, 4 keer, 5 keer per jaar zijn. Ja. Maar dat kan ook soms 1 keer per jaar zijn. Ja. En met ons platform, voor een tientje per maand, krijg je toegang tot die hele catalogus van producten. Zonder bijbetaling, zonder borg. En als je het wilt, komen we de producten bij je thuis afleveren met onze elektrische bakfiets. En als je klaar bent, komen we het erop aan. Dat is dus, zeg maar, de Netflix van de apparaten. Netflix of things, precies. Ja. En waar hebben we het dan over? Noem eens wat van die typische producten. Van die een klopboormachine, een hoge drukreiniger, een tapijt- en meubelreiniger. Dat is een van onze best lopende producten. Ja. Poffertjesmakers, suikerspinmachines, speakersets. We hebben van die Bluetooth performance speakers. Als je een feestje hebt. Ja. Als je een feestje hebt. We hebben silent disco sets, DJ sets. Oh, silent disco sets ook? Ja. Je kan het zo gek niet bedenken of het zit erin. Dus het is echt, het ene moment ben je je huis aan het verbouwen. Dan moet je het schoonmaken. Dan ga je vieren dat je je huis verbouwd hebt. Dan is je kind jarig. Dus het is echt voor elke moment in je leven waar je een mooi apparaat voor nodig hebt. Ja, wat je niet altijd hebt. Of, of waarvan je dus nu een goedkope versie koopt, die van lage kwaliteit, die dan weer heel snel in de vuilstort terechtkomt. Dus wij proberen echt alleen maar met de beste producten te werken, van de beste merken. Is dat de missie die erachter zit ook? Dat we met z'n allen minder spullen gaan... Minder spullen. Minder spullen, minder rotzooi. Ja, ik denk de helft van de wereld staat in de fik. De andere helft van de wereld die staat onder water of die gaat over niet al te lange tijd onder water. Om het maar even iets eenvoudiger te geven. Ik snap wat je zegt. Het gaat om de grote lijnen. Ja. We rijden hier naartoe vanuit Amsterdam. En je rijdt gewoon tussen de vuilnisbelten door. Hè? Dus die grote bulten langs de weg. Ja. Dat is niet omdat hier ooit een vulkaan heeft gestaan. Het is gewoon rotzooi dat allemaal in de grond wordt gestort. Ja. En het kan niet meer dieper, dus dan gaan we de lucht in. Ja, dat moet gewoon stoppen. Het slaat gewoon nergens op. Als je 1 keer per jaar je terrasje wil schuin spuiten voor je deur. Echt, dat is gewoon de use case. Dat doe je 1 keer per jaar. De lentas van, jongens, we gaan de stoelen naar buiten. Ga je toch geen hoge drukreiniger kopen van 500-600 euro? Nee. Het slaat helemaal nergens op. Het probleem is dat mensen dan denken van, ja, maar ik doe het maar 1 keer per jaar. Dan ga ik niet die van 500 euro kopen, waar je misschien wel de rest van je leven mee doet. Maar dan koop ik dat goedkope ding van 1999 bij een buurtsuper. Die na 2 jaar waar ik de naam maar niet van noem. En ja, die gooi je dan ook na 2 jaar weg. Na 3 keer gebruikt hebben. En dan is de kwaliteit van het schoonmaakklusje is ook nog niet dat je denkt. Hey, voordat ik op jullie inzoom, want daar gaat dit format met name over. Maar we hebben de tijd, dus ik wil even nog even de business case. Hebben jullie al die spullen dan? Ja. Ja. Die hebben jullie gekocht? Nee. Oh. Wij werken samen met de merken. Dus wij gaan naar die fabrikanten toe. En die bieden we een platform aan voor circulariteit. Dus wij zien een toekomst voor ons die helemaal circulair is. Ja. En daar spreken we die bedrijven op aan. En die geven ons dan die producten. En in plaats van dat ze per unit betaald krijgen, krijgen ze per use betaald. Dus uiteindelijk komt het erop neer dat ze minder apparaten gaan bouwen.
Maar ze krijgen wel meer betaald per apparaat. Want ze krijgen betaald voor iedere keer dat het apparaat gebruikt gaat worden. Hoeveel members, leden zijn er nu? Of zeggen jullie dat niet? Nou ja, het zijn er nog niet heel veel. We zijn net gelanceerd. Want hoe lang zijn jullie bezig? 1,5 maand zijn we nu live. Oh echt? Jullie zijn echt gewoon net het levenslicht? Ja, dus denk echt aan een paar honderd. Ja, precies. Dan, daar zitten we nu. Ja. En naar, maar wel een lekker businessmodelletje. Nou, denk ik ook. Als je kijkt naar de reviews die we krijgen in de App Store. Mensen en wat mensen blij. Zeggen. Mensen zijn fantastisch. Het kost €120 per jaar eigenlijk. Ja, en dan heb je gewoon toegang tot een catalogus. Met als je dat zelf moet kopen, ben je tonnen kwijt. Ja. En je hebt het beste van het beste. Dus dat wou ik nog even zeggen over waar we het net over hadden. Ja. Is dat het is niet alleen die circulariteit in die business brengen. En in het consumentengedrag. En daarmee verduurzamen. Ja. Maar ook door het op deze manier te doen. Heb je in één keer voor relatief weinig geld. Heel veel mogelijkheden om nieuwe dingen te gaan proberen. Ja. Normaal gesproken. Zonder dat je die investering hoeft te doen. In het apparaat. Nou ja, en zonder dat je, zeg maar, hoe moet ik zeggen, dat je maar consumeert. Ja, dat je precies. Ja. Maar je kan constant nieuwe dingen proberen. Vandaag nieuw zelf pasta maken, morgen poffertjes, overmorgen suikerspin, stand-up paddleboard, zelf een schuur in elkaar timmeren. Je kan ze gek niet bedenken of je kan het doen. Ja, nou, dat geldt niet voor mij, maar goed, dat laatste vooral. Maar hoe heet het? De upsell zit in mijn bezorg, hè? Want dat zit niet bij dat tientje. Nee, als ik die bakfiets wil heen en weer, dan betaal ik een klein bedrag extra. Ja, dat is kleine fiets. Ja. Begin bij €2,50. En dan afhankelijk van waar je woont. En afhankelijk van... Heb je dan een paar plekken, logisch? Nee, maar we hebben nu al één hub, maar we gaan... Naar meerdere hubs. We gaan naar meerdere hubs in de stad. En waarom heet het Bio? Dus uit het Engels komt dat. Bob's Your Uncle. Hoe? Bob's Your Uncle is een terminologie Bob's in het Engels. Ja. Als je een probleem hebt... Ja. Bob is your uncle. Ja, Bob is your uncle. Klaars Kees. Ja. Dat is de mooiste vertaling die ik ooit heb... Oh, geweldig. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk? Want ik, met alle respect, jullie zijn geen 20. Dat durf ik wel te stellen. Zeg maar, dus jullie hebben dingen hiervoor gedaan. Oh. Ja, hoezo? Ja, we kennen elkaar al even. Er is een leven voor Bio. Ja, klopt. Ja, heel lang leven. Vertel eens. Nou, ik heb Frans, dat is inmiddels bijna 20 jaar geleden, denk ik. 21 jaar geleden. 21 jaar geleden leren kennen. Dat was de dag van gisteren. Ja, toen was ik spelletjes aan het maken voor mobiele telefoons. En Frans zonnecellen voor op mobiele telefoons, zodat ze zichzelf op zouden laden. 20 jaar geleden was jij bezig met zonnecellen voor mobiele telefoons. Ja. Dat is wat ik nog steeds elke dag verrast dat er nog niet is. Ja. Dus, goed, dus even via gemeenschappelijke vriend hebben we elkaar toen leren kennen. En ja, eigenlijk daarna zijn onze paden weer zo gegaan. En... Maar vriendschappelijk leren kennen? Of... Nee, zakelijk. Dus ik zag Frans met iets helpen en Frans mij waarschijnlijk. Ik weet eigenlijk niet eens meer 21 jaar geleden hoe het precies zit. Maar zo is het ooit begonnen. En ja, we hebben eigenlijk altijd contact gehouden. Ook toen Frans naar Azië vertrok en ik uit Nederland vertrok. Wat hebben jullie gedaan in het buitenland dan? Wat heb jij gedaan in Azië? Ik heb 10 jaar in Azië gewoond, in Hongkong. Voor dat bedrijf waar Martijn net over sprak... Het was een fabless semiconductor company. Dus we maakten chips waarmee je op een hele efficiënte manier een batterij kon laden vanuit een kleine miniatuur zonnecel-toepassing. Geschikt voor consumentenelektronica en vooral voor mobiele telefoons. En toen dat echt van de grond kwam, toen ben ik samen met dat bedrijf, heb ik dat bedrijf eigenlijk naar Azië verhuisd. Het hoofdkantoor zat wel hier, maar alle operaties hebben we naar Hongkong verplaatst. Omdat we daar heel dicht bij de fabrikanten en bij onze klanten zaten. Jouw carrière? Veel technologie, muziekindustrie. En 7 jaar, 8 jaar geleden uit Amsterdam vertrokken. Op allerlei verschillende plekken gewoond. Londen, Parijs, Los Angeles, Costa Rica, Mexico, Hawaii. Was ondernemer of was? Beide. Ik heb in Costa Rica 2,5 jaar bovenop een berg gezeten. Om wat te doen? Te reflecteren op mijn leven. Op wat ik nou... Was het zo slecht? Nee, helemaal niet. Maar ik denk dat er uiteindelijk... 2 jaar op een berg gezeten, ja? Ja, om echt heel diep te gaan. Ik was echt benieuwd naar wat drijft mij als mens. En wat maakt me gelukkig en wat maakt me ongelukkig. En in wat voor wereld wil ik leven en wat ga ik hierna doen? Daar had ik 2,5 jaar voor nodig. Geweldig. Ja. En wanneer was het moment dat jullie met z'n tweeën zeiden... zullen we dit eens gaan doen? Hij belde mij opeens. Echt out of the blue. Ik was, dus ik ben in 2019 teruggekomen naar Nederland. En in 2020 deed ik een consultancyklus in Singapore. En dat begint weer. Het kwam natuurlijk corona. Toen zat ik daar echt in het vliegtuig. Waar ik nog eens mensen die een soort duikpak met duikbrillen... ja. Ik was uit te kijken... Jullie zijn gek. 2 maanden later was het hier natuurlijk ook gekke werk. Maar dus ik kon eigenlijk niet meer daarheen, want ik moest natuurlijk quarantaine en allemaal gezeik. Dus ik heb die klus teruggegeven. En in de week dat ik zat te denken, nee, van shit. Wat nu? Wat nu?
belt deze kerel me op. Zegt, hey Frans, ik ben ook terug in Nederland. Ik hoor dat jij er ook bent. Ik heb een idee. Ik heb een brainstorm georganiseerd. Heb je zin om aan te schuiven? Ik zeg, nou, ik heb toevallig niks te doen. Nee. Dus ik kom. En met hoeveel mensen zijn jullie gestart dan? Of wat was de kick-off moment? Nou, we zijn echt met z'n tweeën gestart. Hè? Ja. Dus we zijn gestart maar, vanuit een... praktisch BV opgericht meteen? Ja. Of, nou, niet nee, meteen nee. Eigenlijk. Nee. Eerst zijn we naar die merken toe gegaan. Ja. En tegenwoordig heb je LinkedIn. Hè? Dus dan kan je meteen naar de CEO van Kerger of naar Vestool of naar Makita. Ja. Nou, boven alle verwachtingen... Waar die wel geïnteresseerd? Nou, niet waar die wel geïnteresseerd. Die stuurde meteen teams op ons af van ga dit maar doen. Hm. En toen ben ik eigenlijk begonnen met het platform ontwerpen. En Frans is eigenlijk meer begonnen met de hele commerciële kant. En zo zijn we... Dat was nog steeds tijd investeren wat ik bedoel. Ja, ja, tijd. Maar inmiddels ook wel geld. Ook geld dus, vanaf, ja. Ja. Vanaf augustus. Ja, toen, ja. We hebben in augustus... In augustus hebben we de BV opgericht, ja. Nadat we dus we praten echt... augustus 2020. Midden in de corona. Midden in de corona. Ja. Wat te doen hebben. We zijn ook echt all. Ik heb ook alle andere dingen gewoon weg. Dus ik heb, Maar hoeveel eigen geld heb je erin gestopt dan? Is dat tienduizenden euro's? Nee, honderdduizenden euro's. Ja. Ja? Die had je liggen? Nou, liggen. Maar een beetje hulp hier en daar. En, ja, ja. Maar nog wel allemaal informal en friends en bij elkaar geharkt, zeg maar. Nou, dat kwam eigenlijk, dat zijn we nu, daar zijn we nu een beetje uit. Dus dat kwam daarna. Okay, want even voor mijn begrip, want wanneer zijn jullie live gegaan? Nou, we zijn in juli, begin juli, zeg maar, dit jaar zijn we live gegaan. Dus we hebben een jaar lang software gebouwd. En hebben dus echt zowel de app aan de voorkant als de hele backend, de logistieke software, de warehouse software, alles... is proprietary. Alles hebben we zelf bedacht en zelf gebouwd. Omdat als je iets echt circulair wil maken, dan krijg je natuurlijk allemaal op. Wat doe je als een product terugkomt met niet alle onderdelen? Wat doe je als een product smeren terugkomt? Wat doe je als een product niet terugkomt? Wat doe je als een product kapot terugkomt? Dan moet je allemaal in die software modelleren. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Ja, en we zijn eigenlijk in augustus vorig jaar weer de BV opgericht. En we zijn in december zijn we die software gaan bouwen. En heel, heel rustig. Heel rustigjes. Vanaf januari, zijn we echt gaan... Hebben we ook marketingmensen bijgehaald. En designers. En developers. En agencies. Hoeveel geld zit erin dan nu inmiddels? Bijna een miljoen. Ex de uren natuurlijk. Ex de uren. Ja, puur cash. Ja. Ja. Dit is gewoon, ja. Maar dat is niet meer alleen jullie eigen geld. Nee. Dus er zit inmiddels, en zijn dat informals of private equity? Ja. Wat zit erin? Nee, er zit één heel early stage venture capital fonds in uit Amsterdam. Ja. Shamrock Ventures. Ja. Nou, wel bekend, alleen maar investeren in duurzame initiatieven. Hm. En dan een aantal angel investors. Hoe is de taakverdeling? Nou, de taakverdeling is eigenlijk... Ik hou me bezig met product en de marketing. En... Frans die houdt zich bezig met de rest met de sales, de deals met de leveranciers, met nou ja, gewoon. Ja, eigenlijk is het eigenlijk maar is het heel veel overleg. Het klinkt dus mee. Het gaat een beetje natuurlijk. Het gaat heel natuurlijk. Zijn gewoon dingen die Martijn is meer. Martijn heeft iedere week 20 fantastische nieuwe ideeën. En daar vallen er dan, zeg maar per maand, vallen er 4 door de safe heen. En daar doen we het mee. Dus die moeten dan handen en voeten krijgen. Er vallen er nog 4 net buiten de 7, maar die worden dan in het volgende kwartaal worden die opeens belangrijk en interessant. Dus het handen en voeten geven, dat gebeurt dan zeg maar aan de commerciële kant. Dat doe ik dan vaak, maar dat doe ik meteen zelf dan weer met onze product owner aan de platformkant. Maar het is een hele natuurlijke verdeling. We staan gewoon de place te boenen. Ja. We doen ook allebei fietsshift. Dus we zitten ook gewoon op die bakfiets spullen weg te brengen en op te halen. We maken lunches voor het bedrijf. Nee. Hoeveel mensen heb je nu inmiddels werken voor je? We zijn nu met 12 FTE, denk ik ongeveer. Ja, 10 FTE, 11 FTE. Maar iets meer mensen. Als je alle mensen erbij, dan zitten er wel 30, 40 mensen die aan het project werken. Maar op de payroll heb je nu iets van 12 FTE. Dus heb je op payroll? Ja, payroll/ freelance. Ja, dus, Als je nou eens terugkijkt naar zeg maar, de jaren daarvoor. Wat zijn nou belangrijke dingen, ontwikkelingen, lessen, fouten, whatever geweest... die jij zeg maar, in zo'n beginfase heel erg toepast? Nou, je hebt twee berg gezeten. Ik heb heel lang op die berg gezeten. En daar kwam ik eigenlijk achter dat mijn identiteit heel erg verwoven was met mijn werk. En toen ik in één keer op die berg zat en geen werk meer had... Was je niks. Toen en daar ben ik over gaan nadenken. Ja. En eigenlijk... waar vroeger was ik echt een control freak. Wilde ik overal mijn handen in hebben en beslissingen nemen. En nu vind ik het eigenlijk veel interessanter om het
te laten ontstaan. Door de mensen het vertrouwen te geven en de ruimte te geven om het te doen. En nu heel vaak, ook al ben ik het er niet mee eens, laat ik het toch gebeuren. Want ik denk dat dat veel belangrijker is voor een bedrijf als je echt een sterk en hecht team neer wil zetten, wat autonoom kan schakelen zonder mij. Mm-hmm. Dan moet je het laten. En dan moet je mensen in hun kracht zetten. Dus ik ben eigenlijk veel minder met mezelf bezig en veel meer met mensen in hun kracht te zetten. Dat is denk ik een van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb. En jij? Ja, dat sluit heel erg aan bij de les die ik zelf heb. Nou, een van de lessen die ik heb getrokken uit het verleden is, het gaat niet om jou, het gaat om het team. Dat team is zo ongelooflijk belangrijk. Als je ziet wat we nu voor een team hebben neergezet en wat daar de output van is, dat is echt waanzinnig. Iedereen die verstand heeft van softwarebouw die bij ons binnenkomt, die ziet wel welke stappen wij maken elke maand. Iedereen is. Met hoeveel mensen zitten jullie hier? Met hoeveel mensen doen jullie dat? Ja, met z'n drieën. Wauw. Ja. Insane. En dat komt gewoon omdat je samen een cultuur hebt gecreëerd waarin je iedereen genoeg vrijheid geeft om in zijn sweet spot te opereren. En ook de ruimte geeft dus om een keer gewoon een fout te maken zonder dat dat wordt afgestraft en dat je meteen aan plein publiek klappen krijgt, dat figuurlijke. Ja. Ja. Nou hebben we wel vaak discussies die echt scherp aan de wind zijn. Soms denken mensen, met iedereen, mensen die ons niet goed kennen, die denken soms van, oh wauw. Maar dat is gewoon omdat we zo gepassioneerd zijn, omdat we ook voor onszelf, we zijn niet de jongste meer, dus we willen we willen ook zorgen dat het bedrijf wat we neerzetten, dat dat gewoon een bedrijf is waar wij gewoon straks de rest van ons leven van kunnen leven. Dus, we nemen het heel serieus. BU-concept is groter dan jullie twee. Ja, natuurlijk. Dit is gewoon. Kijk, of wij het nou zijn of niet gaan. Ik hoop en ik denk dat wij een hele grote kans maken. Maar dit is gewoon de toekomst. Dit kun je niet wegdenken. Nee. Mensen die stoppen met het bezitten van dingen. Iedereen die ik ken, die is aan het ontspullen. Ja. En de jongere generatie, kijk, mensen van mijn generatie die doen dat nu een klein beetje mondjesmaat. Die hebben dan opeens een sixth carsharing abonnement of zo. Maar jonge mensen die groeien ermee op. Ja. Die Netflix, Spotify, swapfietsen, deelauto's. Mijn zoon die vroeger dacht ik, oh, ik wil dan die en die auto. Is ook zo. Totale non-issue voor jonge mensen. Interesseert. Hey, hoe gaan jullie als duo de komende jaren vormgeven? Want ik kan me voorstellen dat dit super spannend is. Je zit nu in een super rollercoaster start-up situatie, maar dat is natuurlijk niet het doel. De reis gaat verder. Ik kan me voorstellen dat daar plannen liggen. Hoe geven jullie dat vorm met z'n tweeën? Nou ja, ik denk dat ik kan voor mezelf daar wat over zeggen. Ik weet van mezelf, naar aanleiding van alle dingen die ik in mijn leven gedaan heb en alle bedrijven die ik heb opgezet, dat ik heel goed ben in zo'n eerste fase. Hè, dat ik het heel mooi vind om dingen te bedenken en dingen te bouwen. En als het eenmaal staat, ik ben niet iemand die zichzelf graag herhaalt. Ik vind dat vind ik lastig. Dus op een gegeven moment krijg je echt een groeifase. Nou, en dan zal ik niet meer als CEO van het bedrijf optreden, maar daar iemand bij willen halen die dat goed kan. Ik zou wel altijd betrokken willen zijn. Want we hadden het net over die cultuur van het bedrijf. Wij hebben een cultuur neergezet tot op heden. Die ik hoop dat we die heel lang kunnen vasthouden. Mm. Want naast dat je een bedrijf wil maken wat goed is voor de planeet, willen we dat eigenlijk ook in de manier waarop we het bedrijf voeren doen. Hè? Dus mensen echt ruimte te geven, vertrouwen geven, vrijheid geven. En ik zou dat wel vast willen houden. Dus ik zou er wel altijd bij als betrokken willen zijn. Ja, en innovatief mijn bijdrage leveren. In de innovatie van ons eigen bedrijf. Want natuurlijk nu is het één innovatie. Maar op een gegeven moment word je gewoon een bedrijf. Ja. En hoe ga je dan door innoveren? Dus dat zou ik altijd wel willen blijven doen. Ja, en hoe wij dat samen doen, ik denk gewoon. Hoe zit jij in die wedstrijd? Nou, ik denk dat er nog heel veel. Kijk, op het moment dat je elke dag door dezelfde hoepeltjes gaat springen, maar dat zie ik zeg maar in het waar ik nu mee bezig ben en waar ik denk dat we nog, waar we over een jaar staan, over twee en over drie jaar. Het is gewoon steden uitrollen, neem ik aan. Ja, precies. Daar zijn nog heel veel hoepeltjes die ik nog niet eerder gelopen heb. Ja. Dus daar wil ik zo lang mogelijk bij betrokken blijven. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook een soort samenspel van wat doet Martijn, wat doen wij samen, wat willen we samen, wie komt daar nog eventueel bij. En ik heb ook in de situatie gezeten dat er iemand bij kwam waar ik het helemaal niet mee eens was. Ja, dan kan je natuurlijk, je loopt er niet voor weg. Dan ga je het proberen, maar als dingen niet werken, uiteindelijk money talks. Hè, dus uiteindelijk zijn het
Je grootste, belangrijkste aandeelhouders die uiteindelijk bepalen welke poppetjes waar zitten. Ja, en dat zal de komende jaren waarschijnlijk, want er gaat behoorlijk wat geld nog in getouwd. Als dit een succes wordt, dan komen er... Precies, als wij de go-to marketplace of de go-to platform willen worden in Europa, waar mensen heen gaan voor spullen, producten die ze soms nodig hebben, dan moet er veel groeigeld in. Dan moet er veel worden opgezet. Ja. Dus dat is echt een kapitaalintensieve truc, denk ik, die we moeten uitvoeren. En dan ongetwijfeld dat je op allerlei crossroads komt of T-splitsingen waarin je moet kiezen. Ga ik links of ga ik rechts? Ja. Of rechtdoor, kan natuurlijk ook soms. Zijn jullie vrienden? Vind ik een goede vraag. Mijn echte goede, mijn beste vrienden, die ken ik al. Mijn beste vriendin ken ik al 38 jaar. Die zie ik nog steeds. Mijn vakantie. Ik ken de kinderen goed. Mijn kinderen kennen haar kinderen. Mijn beste vriend ken ik al vanaf mijn 12e, dus iets minder lang. Mm-hmm. 30 jaar. Dat zijn mijn vrienden. Daar zit ik mee op vrijdagavond. Maar ik denk dat Martijn en ik een hele prettige soort van tussenvorm hebben gevonden. Omdat je ook scherp naar elkaar moet blijven zijn. En dat kan je niet altijd als je ook nog ieder weekend met elkaar uithangt. En samen op boevenpad gaat. Dat geloof ik, dat gaat ergens. Mm-hmm. Ergens gaat er dan een randje af. Of je komt niet bij een randje waar je wel bij moet kunnen komen. Mm. Dus, aan beide kanten misschien wel. Aan beide kanten, zeker. Dus ik beschouw Martijn echt als een vriend en als een super prettige businesspartner. Ja. Maar Martijn en ik hangen niet op vrijdag en zaterdag en zondag met elkaar uit en doen we allerlei leuke en minder leuke dingen. We hebben er dan wel 50, 60 uur in dezelfde ruimte bij elkaar op zitten. Dus op een gegeven moment vind ik het ook wel mooi geweest. Nee, maar bij het een, of tenminste herken je wat... Nee, ik zit er net zo in. Ja. Je moet een bepaald soort vriendschap hebben en je moet elkaar iets gunnen. En je moet bepaalde dingen die je ook met vrienden hebt, moet je ook met elkaar hebben om dit goed te doen. Ja. Maar je moet niet, het moet niet too much in elkaars leven komen. Want dan wordt het. Ik weet niet. Ik zou bijvoorbeeld dus ook nooit met mijn vrouw een bedrijf kunnen beginnen. Want dan werkt het de andere kant op, zeg maar. Dus ik weet niet. Het is moeilijk om het goed te verwoorden. Wat je zegt. Ja. Mag ik jullie heel veel plezier en heel veel succes wensen de komende tijd met dit spannende project. Leuk dat jullie mijn gast wilden zijn. Ja, dankjewel. En dank voor het luisteren. En als je hebt zitten kijken, dank voor het kijken naar weer een aflevering van Gouden Duo's, mag ik wel zeggen. Zeker in dit geval. En ben je nou getriggerd en wil je meer weten of meer zien of meer luisteren, ga dan naar centraalbeheer.nl/ondernemer. Daar vind je heel veel informatie, veel inspiratie en ook meer van dit soort gesprekken. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En ik zeg op naar een volgend Gouden Duo. Hoi. Thank you.